Zie je? Ja, ik heb navigatie met lopen, dat is makkelijk joh. Ja? Dat je precies weet waar je zit. GPS systeem. En dan kom ik hier bij het bord uit, want we staan hier in het Groene Woud. En dat is een, nationaal landschap, het Groene Woud. En natuurgebieden. Ik zie allemaal mooie plotjes. Ja, we kennen natuurlijk ook in de omgeving de Oosterwijkse Vennen, de Campina in de omgeving van Boksel, de Mortelen, de Scheken en de Geerders. En wat me ook, kijk hier heb je hier is de eekhoorn, ik ook de bossen van Margraaf, daar hebben we al een keer natuurlijk eerder een programma over gemaakt. Hè? Over Ewald. Dat stond wel iets van bij, ja. Ja, de man die toen in, de man, uiteindelijk de laatste teller uit de Margraaf familie Ewald, die tijdens de brand in Vught om het leven is gekomen. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. We zien hier, en dat is goed, en dat klopt ook wat ik hier heb, het is een spoorlijntje, die zien we hier. En wat me ook opvalt is, beste bezoeker, helaas is de Rode Laarzenpadroute gesaneerd wegen de hoge kosten die gemaakt moesten worden voor het herstel van alle voorzieningen. Dan kunnen we daar niet overheen lopen dadelijk, op terugweg. Nou, ik heb mijn rode laarzen niet aan. Oké. Wat anders trouwens, hè? Ja. Ik ga deze keer niet meer lopen liggen, hè? Net de verleden week, hè? Nee, ik heb jou niet gevraagd om te liggen. Ja. Even voor de mensen thuis, laten we nog even kijken naar een klein fragmentje. Dat ik eigenlijk jou vroeg, Adrie, om de koptelefoon af te zetten. En wat er daarna gebeurde. Even een vogelvlucht van een seconde of 30. Waarom jij nu zegt dat je niet meer zult liegen. Ik moet even tegen de mensen thuis iets zeggen. Dat mag je even niet horen. Ja. Zou je eventjes de koptelefoon af willen zetten? Ja, dan hoor ik jezelf ook niet. Nee, maar dit moet je even niet horen. Oh. Dat is namelijk een verrassing. Ja, ja. Ja. Nou, dan ga ik lekker af. Ik wacht, hoor. Ja? Oké. Okay. Dan ga ik even zachtjes praten, want anders hoort hij me nog. Je hoort me nou niet, hè? Ga ik even zachtjes praten, anders hoort hij me nog. We zitten in Nistelrode. En we zijn hier gewoon met een auto naartoe gekomen. Met de auto. Dus ik ga dadelijk tegen Adrie zeggen. Hey Adrie, als we net ver lopen, hè? Oh, we hebben toch ver, ik heb blaren op mijn voeten. En dan gaat hij daar natuurlijk helemaal meespeulen. En dan zeg ik uiteindelijk, oh, kun ik liegen? Dus thuis even kijken, ik ga hem even testen. Ik ga hem even testen of die meewerkt. Ja. En dat vind ik heel leuk om te doen. Adrie, zet me weer op. Hè. Zet me weer op. Ja. Hoor je me weer? Ja. Ja. Atzee. Hey, weet je wat nou leuk is? Is de plek, die zit ongeveer vergelijkbaar waar we net stonden. Kijk nog even terug. Dat is een redelijk kale plek. Daar heeft ooit de bebouwing gestaan. Namelijk rond het jaar 1800 stond hier een houten huisje. Dat gebouwd werd door ene meneer Vorstenbos. En dat houten huisje dat heette het Groene Woud. Ik zie daar wel aan elkaar geluid liggen daar, Ginter. Ja, dat is kachelhout. Dat is niet ja, het Groene Woud. Maar dat heette hier zo. He, daar konden de dorstigen die konden een drankje drinken. Uiteindelijk is in 1938 aan de overkant door een meneer uit Eindhoven is een nieuw pand neergezet. Het Groene Woud zoals ze dat nu kennen. Was dat voor iets? Wat? Was dat voor iets? Dat is een cafeetje, een restaurant. Dan komen we op goede plek uit dan. Ja, hij zit al te lachen. Yo. Hey, dit spoorlijntje is ook een heel bijzonder verhaal. Want als we hierop gaan staan, en dan moet kijk, je normaal... Kijk hoe het hier in de trein komt, hè? Nee, dit is een spoorlijntje, dit werkt niet meer. Dit is, kijk, dat zie je ook aan de begroeiing. Och ja. Er groeien gewoon bonen ja. op. Bomen op. Dit spoorlijntje, Adrie, waar denk jij dat het vandaan komt en waar het naartoe gaat? Ja, ik zou zeggen, want dat is bij ons ook. Half zolenlijntje misschien of nee, zo? Nee, half zolenlijntje is typisch lijntje dat in de regio Waalwijk, Vlijmen ligt. Oké. Had te maken natuurlijk met de schoenenindustrie. Ja. Hè, de zolen die in Waalwijk en de leerlooiers die in Waalwijk werkten. En dat moest natuurlijk vervoerd worden naar elders in de regio. En van Waalwijk het lijntje, dat heet... Het halve zolenlijntje. Juist, dat bestaat ook niet meer. Nee, dat is ook maar weg. Delen daarvan kun je nog op het huidige fietspad, het halve zolenpad, terugvinden. Ja, dat is wel mooi hoor. Dat is heel mooi. Als je dan kijkt hier naartoe, hè, ook dus naar dit lijntje wat we hier hebben. Waar komt dit lijntje vandaan? Ik naar die kant wijs. Ik denk, Eindhoven die kant dan op daar. Wees er nou dichterbij. Waar hier dichterbij zit. Ja. We zitten in Liemde, even voor de mensen voor de duidelijkheid thuis. We zitten in Liemde, nu op dit moment, buitengebied van Liemde. Ja. Wat zit er nou tegen Liemde aan? Die kant, het Boksel.
Oh, is die kant Bokstel? Ja, daar is Bokstel. Oh, dus daar is Bokstel? Ja. Dat weet ik heel zeker. Ja, denk het wel. Nee? Stik het even. Adrie. Ja. Oké, okay, als daar Bokstel is. Ja. Waar is dan daar? Ja, ik ga er van Eindhoven op. Nou, ik zal het hoe... Best, weet ik het. Nou, ik zal het u vertellen. Het lijntje, ik moet u heel eerlijk zeggen, Adrie, want ik zit een klein beetje in mijn rat. Ja. Want ik kan me even, ik heb mijn navigatie weer even weggestopt. Ik kan me even moeilijk oriënteren of nou inderdaad dat Bokstel is of daar Bokstel is. Ah, kijk. Maar ik denk dat daar Bokstel ligt, dat die in de bocht uiteindelijk hier uitkomt. En dat die doorgaat naar Veghel. Dat kan ik niet mee vragen, hoor. Kunnen we vragen. Maar het lijntje liep in ieder geval naar Veghel. Ooit zat er nog een sprong, een wissel bij Bokstel. Die is ontkoppeld vanwege de hoge kosten die dat met zich meebracht. En het lijntje dat werd hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van mengvoerders van de CHV in Veghel. Dat ken ik nog wel, ja. Ja. En uiteindelijk liep het lijntje verder door naar Gennep in Duitsland. Oeh, dat is ver. Ja. En nu is het stil, dus er gebeurt eigenlijk verder niks mee. We zien daar bedrijvigheid. In het pand dat... Oh, er zitten gezellig mensen door op het terras. Ja, het is een leuke fietsroute. Kijk, gezellige mensen die aan het fietsen zijn. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Lukt het, mevrouw? Nee. Een duwtje hebben? Geen duwtje? Oké. Ja, ik ga eens even kijken of me de navigatie inderdaad aangeeft. Ja, dat is moeilijk. Dat kan ik niet zien. Ja. Gooi het maar weg. Wat? Gooi dat ding ook maar weg. Oké, nou ja, goed. Adrie, in 1881... Dat is lang geleden. In 1881 komt het pand in eigendom van de familie Pijnenburg. Eerst had die Eindhovense advocaat, die had dat hier gebouwd. En in 1881 komt in eigendom van de familie Pijnenburg. Waarvan er eentje erg opvalt. Nou? En dat is Sientje. Sientje. En ze noemen haar hier in de omgeving, en zo staat het hier ook nog redelijk bekend, als Sientje Pijn. Oh. Hoe zeg je pijn op zijn drunes? Pijn. Pijn. Nou, pijn. Sientje pijn. Ja, pijn. Sientje pijn. En dan komt er een moment dat Sientje pijn een vrouwke in dienst krijgt. En dat vrouwke, die neemt uiteindelijk in 1938, dacht ik, de boel over. En dat is de oma van degene die er nu in zit, van Jos. Dat noemen ze bij ons een opo, hè? Een opo. Opo. Oma of opo. En daartussen hebben zijn ouders hier natuurlijk ingezet. En sinds februari is Jos hier eigenaar. Oh, nou, pas. Hè? Pas van dit jaar. Ja, die heeft wel altijd gewerkt gewoon. Oh. Ja. Leuk, hè, om daar zo allemaal te weten. Ja. We gaan dus gewoon naar binnen. Dan zoek die jij op, hè? Hè? Dan zoek die jij gewoon ergens op. Ik zoek het helemaal niet op, want ik weet helemaal niet dat ik hier loop. Maar je moet al het halve vullen. Zullen we eens gaan kijken of Jos er is? Ja. Benieuwd. Ik ben hier wel eens een keer geweest al. En dan eventjes nog naar het bord kijken. Die loop even mee. Kasteren zie ik hier ook staan. Kasteren. Kasteren. Is dat ook het gebied of is dat een plosje? Kasteren. Ken ik ook Kasteren, als een plosje volgens mij. Kasteren is wel een... In de Bossen protocollen zijn diverse vermeldingen van Kasteren te vinden. De oudste stamt uit 1367. Het Latijnse castra betekent... Dat zie je hier niet, joh. Legerplaats. Oké. Okay. Castrum is een versterkte plaats, schans of een legerkamp. Bewijzen zijn daar tot op heden niet van gevonden. Zeker is wel dat het buurtschap zich heeft ontwikkeld uit al in de late middeleeuwen ontstaande herengoederen. Uit Hoeve ten Akker ontwikkelde zich het Groot Duifhuis met duiventoren aan de hoevendreef. Bij de rivierovergang is ook al vroeg sprake van een watermolen waar graan werd gemalen en olie werd geslagen. De restanten van de Kasterense watermolen zijn in het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw de Nembrand ontwoest. Als ik het goed begrijp, in die duikerstoren of zoiets, dat zijn wollen duikers of zo. Nee, duif. Grote duifhuis. Oh, ik dacht duik. Nee, duiventoren. Duiven, er zal allemaal veel duiven zitten. De heilige Antonius met het varken kent sinds 1982 weer een eigentijdse plek aan de Maai. Eerst als eenvoudig kleinoot en sinds 2002 als volwaardige veldkapel gelegen tussen de bolle akkers. Het is maar naar dit. Nou. En zie je dat, al die fietspaden die hier zo in de hele omgeving lopen. Mooi, hè? Ja, je raakt hier niet uitgefietst. Maar ik heb zo het idee dat jij best wel lui bent om te fietsen. Waar ben ik? Lui om te fietsen. Nee.
Vind je fietsen leuk? Ja, ik heb een home trainer. Je hebt een motor. Ja, ik heb zelf gebouwd, elektrisch en een home trainer. Kijk, nu is de familie Sanders. Ze staat er ook op. De ouderwetse tapvergunning. De familie C. Sanders staat erover. Zie? Ja, leuk, hè? Ja, ja. Oh, naar u. Oh, u wilt niet in beeld? Te laat. Ik wou ook, ze ziet er hartstikke netjes uit. Vind je niet, Adrie? Ik vind het wel. Het is alsof ze van de kapper komen. Ja. Het is toch echt een café? No. Oh, we gaan even de donkerte in. Ik ga eens even kijken of Jos er is. Loopt hij mee? Ja. Leven is goed in mijn Brabantse land. Het land waar mijn wie heeft gestaan. De vennen, de purperen hei, een dorpje dat past in je hart. Hey, ik ben nog eerder binnen als jou. Wat? Ik ben nog eerder binnen als jou. Hoe doe ik dat toch zo? Ah, jongen. Maar je bent niet echt veel van stof nou, hè? Hoezo niet? Ja, dat weet ik. Je hebt een beetje een dreuge bek of zo. Hoe noemen ze dat in de omgeving? Een houten smoel, hè? Ja. Hebben wij een houten smoel? Jij moet eens een beetje, ik denk een beetje gaan... Een beetje lurken, misschien zie je wel iets van spraakwater of iets. Spraakwater? Of zoiets. Hey Jos. Hoe is het? Ja, goed. Ja, ik moet je eigenlijk een beetje feliciteren. Ja, een klein beetje wel, denk ik. Want februari was de maand. Kijk, uw moeder kruipt achterdoor. Ja. Februari was de maand dat het hier voor jou officieel allemaal. Ja, we hebben afscheid genomen van ons moeder, die is eruit gegaan. En wij zijn het erin gekomen en hebben het overgenomen, zeg maar, Miranda en ik. En dus het is eigenlijk nog vrij recent. Nou, hartstikke leuk. Ja. En ja, ik kom even binnenvallen, maar dat zijn jullie gewend, hè, om gastvrij te zijn. Ja, ik krijg net van ons Adrie te horen dat ik heel weinig praat. Ja, je moet wel een beetje laten pappen. Hè. Ja, een beetje laten pappen moet je wel spraakwater hebben. Ja, een beetje spraakwater. Ja, vraagheid, maar ik durf het niet te vragen, Adrie. Ja, sneeuwelke. Doet er maar een stuk of tien, dan komt hij los. Tien, dan komt hij los. Dan kunt u wel los, denk ik. Dan komt hij los. Dat is goed dan. Nou, dan gaan we dat maken. Ja, dan zullen we dan buiten even gaan zitten met elkaar? Gezellig. En dan wil ik jou even verder even spreken over dit prachtig mooie punt. Is wel iemand voor het blok zetten wat je nou doet, hè? Hoezo? 10 borreltjes. Ja. Het is wel met jou. Hey, even, vind ik ook even leuk. De fietsvereniging. Het Groene Woud, Liemde. Is een opkomstmeter, dat zie je niet vaak, hè? Nee. Degene die het vaakst hier komt om te fietsen... Die is in die meter naar boven toe. Dus dan wordt hij bijgehouden. Er worden kruisjes worden erin gezet. En ik kan niet anders zeggen dat ook een Adrie... Wah. Ja, kijk dan. Adrie van Diessen, die staat gewoon op nummer 1. Maar die mannen die komen hier naartoe op de fiets die tekenen dat ze hier geweest zijn en blablabla. Bla, bla. En dan is het een keer flink... Daar zullen ze best wel een drankje tegenover zetten. Maar niet zoveel als ik het daar moet doen. Hey, mooi hè, 28 jaar. En ze hebben ook zo'n mooie, zo'n soort bokaal gekregen. Staat er bovenop, een fiets. Toen ze in 2013 25 jaar bestonden. Dat hebben ze hier gekregen. Dat is mooi. Ja, dat is mooi hè. Ja. Hey, wat ik ook nog even wil laten zien. Ja. Want hier staat het. Hè, het opkamer. Zie je dat? Opkamer. Ja, oh, dat ken ik nog van ergens anders ook. Ja, ja, dat hebben we toen gezien bij... Bij Roel. Ja, de Gekroonde Noed. De Gekroonde Noed. Ja. Topkamertje. Nou, als ik me een trapje, ja. Dan moeten wij je voorstellen dat vroeger, komt er dus bij, kijk, er waren die muren hier, die waren natuurlijk helemaal dicht, er konden niet op. Ja. Dan was er hier een doorgang. Ja. En wie sliep hier? Opo. Oma. Oma of opo, ja. Ja. En dan was dit de raam naar buiten toe. Dit was dan dat is de luchtplek. Hieronder natuurlijk de kelder. En nu is daar het zaaltje. Maar ja, vroeger was dat natuurlijk gewoon den hof. Hè. Het was gewoon buiten. Ja, daarna achterom. De nacht erom, bijvoorbeeld, ja. En dat vind ik toch wel hele mooie dingetjes om te zien die ze dan in ere bewaard hebben. Vind ik heerlijk. Kijk, hier zie je misschien nog een klein stukje ervan. Dus waarschijnlijk is dat raamke, is dit. Dit. Denk ik, zoals ik het zo inschat. Leuk, hè? Nou. Ah, ik hou van nostalgie. Nou, ik ga naar het terras. Ja. Tot zo. Oh, jeetje toch. Het is erg. Dat heb je echt gedaan gewoon.
van 10 dan beginnen we bitter te praten, denk ik. Maar in dat beschiet er niet aan. Oh, dit is net wel en dat, Jos. Wel en dat, ja. Ja, dus ik weet niet hoe graag ik nog naartoe moet, maar van hieruit. Oh, nee, toch zeker. Ik wat zat. Jos, kom er even meteen bij zitten, want ik zal de eerste tot mij nemen. Die proost ik. De eerste proost ik op de advocaat die rond 1800 aan de overkant een houten keetje bouwde onder de naam Het Groene Woud. Ja. Proost. Hey, Nol. Nol. Weet je nou een echte vent zet, hoor. Ja. Dan klets je niet in de keer allemaal achterover, hè. Dat doen we een echte, hè. Dan ben je wel nul een echte, als je dat kunt. Oké. Okay. Dat doet het in ieder geval. Allemaal, hè. Niet in de keer, hè. Ja! Yeah. Oh. Oh, jongen. Wij gaan lekker water, Jos. Ja, dat is goed. Dat is goed water. Hé, hey, ik heb dus een klein beetje al onderzocht. Het begon hier in 1800 aan de overkant. Maar ik wil eventjes op vandaag zitten. In februari heb je het overgenomen van jullie moeder. Ja, ja. Dat is goed dat er de volgend jaar 30 jaar ingezeten hebben. Ik heb het overgenomen van mijn oma en mijn oom die er toen in zaten. En toen is vaders moeder zijn er toen in gekomen. En in februari heb ik het overgenomen, samen met mijn vrouw. En in de tijd van jullie moeder en de broer, jouw oom, is ze allemaal van de Leien Dakse gegaan in het verleden? Ja, van de Leien Dakse, die zullen ook wel Nou, ik heb gehoord dat jouw oom overleden was door een ongeluk. Ja. Nadat mijn oom is overleden, is hij bij het oude A2, zeg maar, zonder een stoplicht. Bij Petershoek is hij verongelukt met een auto gefietst. En dat is natuurlijk wel minder. En als oma zat toen met hem hier alleen in het café en die had al dus de man verloren. En ja, toen zijn ons vaders moeder hier erbij gekomen en die hebben het een beetje verbouwd dat hij als oma apart kon wonen. En die hebben toen de café verder voortgezet. Ja, want uiteindelijk ging jullie oma werken bij Sintje Pijn. Ja, dat was in 1837 hebben ze dat overgenomen van Sintje Pijn. Sintje Pijn was een vrijgezelle vrouw, dus ja, die had geen opvolgers. En dus mijn oma als meisje komen werken. En ja, verlieven lezen en die door rijk ingebleven. Ja, ze is er nooit meer weggegaan. Uiteindelijk liet ze natuurlijk jullie opa kennen. Ja. En vanaf dat moment is het van de familie Sanders. Ja, sinds die tijd zit de familie Sanders in, ja. Hoe moet ik me nou voorstellen? Wat is vandaag de dag het Groene Woud? Wat is het voor bedrijf? Is het een café? Is het ook een stukje restaurant? Kan ik wat eten krijgen? Kan ik feesten? Ja, café sowieso. Terras. We pas een overkappingsgebied gezet. We hebben langer buiten kunnen blijven zitten. En de bedoeling is ook dat we meer mee eten gaan doen. Dus nou, sinds februari hebben we het een beetje uitgebreid. Ons moeder kon een uitsmijter eten, een hakbal en dergelijke. En daar hebben we iets meer van gemaakt. Maar het is geen restaurant. We moeten niet, Nee, dus als je een lekker borreltje hebt en je hebt zin in iets hartigs, dan kun je hier gewoon straks... Kunnen we gewoon hier neerstrijken en lekker... De ballen van Jos krijgen. De ballen van Jos krijgen, ja. Ja. Adrie, je bent opvallend stil, jongen. Ja, daar komt die kip geen balletjes op. Ga je wel. Oh ja, oké. Okay. Dat kan geregeld worden. Nee, dan heb je nog zo'n rare beelden. Dat ziet er niet uit. Hey, je zit hier op een heel mooi plek, hè? Maar ja. het valt onder Liemde. Ik heb net het spoorlijntje ook belicht. Wat ik eigenlijk niet wist, is een spoorlijntje. Loopt het nou daar naar Boksel of loopt het, komt het... Ja, Gent loopt naar Boksel. Ziet het nou wel aan? Dat zie ik toch? Die kan de schijnen. Dat vroeger liep Orling door naar Genep. En het kunt van Boksel af. En dat werd vroeger gebruikt voor bevoorrading van de CAV in Veghel. Met name met graan en dergelijke voor veevoeders. Nou, treintjes komen er niet meer langs, Jos, maar tweewielers, sportief, hè, dus wielrenners, mensen die gewoon een stukje komen fietsen en motoren. Wat is jullie bestaansrecht hier op dit puntje? Waar heb je nou de meeste omzet aan te danken? Aan het weer. Ja, is het weer een belangrijk feitje? Ja, is heel belangrijk. Tegenwoordig hebben allemaal dat ze code geel en oranje geven met die buienradar en dergelijke. En daar kun je al merken dat je veel minder, als die codes geven, dat wij veel minder fietsers hebben. Dan blijven de mensen gewoon op thuis. Dus ik zou zeggen, niet meer doen. En gewoon mensen laten zoeken en dan lekker rond laten vliezen. Ja, vroeger hadden ze gewoon in de zijde als een regenpak zitten. En we zagen wel. Ja. Hey, en als het dan, ik noem maar even zaterdagavond, ook dan weer een café toch voor de mensen uit de omgeving? Ja, we hebben hier altijd een paar avonden, vaste avonden in de week. Met name ook zaterdagavond hebben we mensen zitten die komen kaarten. En dan wordt hier gekat, noemen ze dat. Dat is een kaartspel. Hoe gaat dat, gekat? Ja, een soort klaverjas, ik ken het ook niet. Oh, dat ken ik niet. Weet je nou, trouwens waarom de Beatles nooit deden klaverjassen? De Beatles? Nee, dat weet ik niet. Dat is heel simpel, Paul McCartney. Nee, die kaart niet. Hij moest mijn virus zijn, dan ging dat niet. Ja, Paul McCartney, hè? Ja, nee, maar de rest kon dat ook doen. Ja.
Ja, dan moet ik. Ik zeg het elke keer. Dat doen, ik schaam eigenlijk. Daar heb ik 10 borreltjes op. Ja, dat geloof ik goed dat jij daar 10 borreltjes voor nodig hebt. Ja, dus. Oh, dat het verdooft. En ja. Ja, ben je ook nog een keer in de week dicht of is er elke dag open? Wij zijn eigenlijk elke dag open, maar ja, ik werk zelf nog een beetje erbij bij de gemeente Boksel. En dan werk ik op maandag de hele dag en dinsdag en woensdag voormiddag. En op maandag zijn wij hier niet, maar dan is moeder hier aan het poetsen en dan houdt zij een beetje de zaak nog draaien. Ze kan het niet loslaten. Ze kan het niet loslaten, nee. Maar dat geef ik niks, dat is gewoon. Hey, en specialiteiten, bepaalde bieren, wat kan ik hier verwachten? Ja, we hebben een eigen pilsje, dat is het Groene Woudbier. Dat is gewoon een gewoon pilsje, alleen iets zoeter dan het gewone. Hoe heet jullie moeder met de veur nou? Tony. Tony? Ik zou zo graag eens op pilsje lussen van jullie. Ik dat daar ook eens proef, vind je niet? Nee, die niet. Die moet nog rijden. Ja. Ja, zelfs de glazen die zijn aangepast. Dankjewel. Kijk, eventjes goed kijken. Ik ga niet meer veel drinken, Jos, want ik wil even de smaak proeven. Hé, hey, weet wat ik zal zeggen? Adrie, dat ja. Is lekker, weet wat ik zal zeggen? Bier op wijn, dat maakt chagrijn. Dan weet ik dat al je neef ook over. Ik vind een heel lekker biertje. Ja, het is een beetje een zoeter pilsje. De meeste pilsjes hebben een beetje een bittere smaak, maar dit is wel zoeter. Ja, Adrie, dit is lekker, jongen. Ja, wat heb ik er al? Jos, laat hem gaan. Vanaf februari ben de eigenaar geworden. Ik hoorde jij nog een aantal dagen in de week werkt. En ik zie ook, zou ik zeggen, de jonge garde hier aan de terrastafel zitten. Ja. Help ze al mee? Ja, we hebben er vier van. Dus, vier? Ja. Vier dochters er niet? Vier meiden samen, ja. We zijn een samengesteld gezin, zeg maar. En ik heb er zelf drie en mijn vrouw heeft er één dochter. En de jongste is deze, die is 13 en de oudste die wordt 19. Dus, en allemaal meewerken? Ja, als het nodig is, dan helpen ze al mee. De oudste is al voor de horeca aan het leren, dus die heeft het meeste zin in, zou ik zo zeggen. Er is dan uiteindelijk wel één nadeel, hè? En dat is? Dat als het goed is ooit aan een event komen, dus als ze gaan trouwen, en dan is die naam... Ja, dan moeten we dan ergens een naam aan houden, dus dat kan altijd. Ja, dat kan onder dwang, hè? Onder dwang. Dat kan ervoor, dus... Ja. Hey, het is maar hartstikke duidelijk. Het laatste nog, dat was ik even benieuwd naar feestjes en partijen. Mensen die aan de omgeving zitten kunnen gewoon hier met jou een afspraak maken. Er zijn een zaaltje bij en dan kunnen tot 70, 80 man een feestje geven. En barbecues zijn mogelijk. Speeltuin aan de overkant? Speeltuin aan de overkant. Wordt nog niet uitgebreid, zijn we nog mee bezig. Eigenlijk is alles mogelijk. Oké, Jos, nou dankjewel voor de prachtige uitleg. Bedankt voor de. Wat was eigenlijk jonge never, hè? Ja, dat was jonge never. Ja. Dus als je daar maar raar naar een auto kunt lopen. Dan... Daar heb ik geen probleem mee. Adrie, bedankt voor uw klets. Ja, dat dacht ik al. We gaan even kijken naar een prachtig filmpje. Want er is hier natuurlijk heel veel te vertellen over de omgeving. En dan zijn we. Ik kan het niet meer, Adrie, kondig jij maar af. Ik denk dat jij dadelijk een roezemietje uit moet gaan slapen. Ik denk dat verstandig is. Kan hier mooi langs sporen liggen. Ja. Kom nog maar af. Ja. Nou ja, als ik de zorg afsluit, dan zou ik zeggen mensen, nou bedankt voor het kijken. En tot de eerst volgende keer maar weer. De groetjes! Hallo. Ooit kon je via een bruggetje van Liemde naar Kasteren, langs de Kasterense Watermolen. Zo'n kilometer stroomopwaarts, ongeveer op de hoek van de Kerkakkers en de Pastoor Dobbelijnstraat, lag vanouds een pontje over de Dommel. Daar stond, tot het begin van de 19e eeuw, de Sint-Janskapel. Nog tot het jaar 1955... zette de familie Koppens hier mensen over van Liemde naar Kasteren en weer terug. Wie van Kasteren kwam, kon met een fluitsignaal aangeven dat hij met het pontje overgezet wilde worden. Rond 1995 ontstonden plannen om ongeveer op diezelfde plaats tussen het Dommelsteegje aan de Liemse kant en de Hoevedreef aan de Kasterense zijde opnieuw een voetveer over de Dommel aan te leggen. Dit hernieuwde veer zou onderdeel vormen van het ommetje De Maai,
Een wandelroute van een kleine 6 kilometer die door het boerenlandschap van de Meierij van Liemde naar Olland en weer terugvoert. Op 28 januari 2008 werd het Sint-Jans-Pontje genoemd naar de vroegere Sint-Janskapel. Het werd feestelijk in gebruik genomen. Het kreeg als motto mee: zin van mijn bestaan is heen en weer gaan. Het voer nog geen maand of het werd alweer tijdelijk uit de vaart genomen. Het water in de Dommel stond in de zomer van 2008 namelijk zo hoog dat het touw van de pont nog maar net boven het water uitstak. Dat was vooral gevaarlijk voor de vele kanoers die de rivier bevaren, en zeker voor mensen die de lokale situatie niet kenden. Dat bleek al snel op een zondag in juli, toen een kano met 2 inzittenden verstrikt raakte in de touwen van het pontje en omsloeg. De inzittenden kwamen gelukkig met de schrik vrij. Het pontje werd voorlopig stilgelegd. Overleg tussen de betrokkenen, de Stichting Roys Cultureel Erfgoed, de Stichting tot Behoud van Cultureel Historisch Erfgoed in Liemde, het waterschap, de grondeigenaren, de bouwer van het pontje en de gemeente Bokstel volgden. Ook leerlingen van het technasium van het Jacob Roelands Lyceum dachten mee. De uitkomst van het overleg leidde tot de structurele verbeteringen aan de aanlegstijgers en aan het pontje. De stijgers drijven nu in het water en bewegen mee met de waterstand, waardoor de veerkabels steeds op dezelfde hoogte boven het water blijven en kanovaarders ongehinderd kunnen passeren. Bijna een jaar na de eerste vaart, op 24 juni 2009, werd het vernieuwde Sint-Janspontje opnieuw in gebruik genomen en kon men het ommetje de Maai weer in zijn geheel lopen.